En allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Farm Simulator 2015. Mijn naam is Michael en vandaag gaan wij nog verder in deze map. Ik heb alle reacties van vorige aflevering gelezen. En inderdaad, gewoon allemaal. En het komt erop neer dat jullie toch een andere map willen. Dus nou, dan gaan we het. En dan bedoelen ze niet afmaken tot aflevering 100. Niemand heeft dat gezegd. Ze zeggen als er meteen een nieuwe map uit is, gaat die lekker spelen, seizoen 2. Nou, dat gaan we dus doen. Dan gaan we dat gewoon lekker doen. De DLC heb ik gepreorderd, dus zodra die uit is, heb ik hem meteen. Daarnaast heb ik ook een website gevonden om een stuur te gaan kopen. Nou, dat is bij Game Mania, dus dat schiet ook wel lekker op. Maar is ook mooi. Ik weet niet van wie van jullie stuur gaat kopen, maar ik wil hem sowieso kopen. Daarnaast heb ik nog een paar andere games net gepreorderd en slechts gekocht en zo. Maar deze aflevering komt gewoon morgen online. Dan ben ik nog. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar ik ben dus een voorraadje maken omdat ik de aankomende 2 weken niet ben. En daarvoor is het nu nog. Ik doe dat altijd weer op het laatste moment, dus dat is niet zo heel handig van me. En ik heb nu nog namelijk minder dan 24 uur om alles klaar te hebben. Dus dat betekent, ik heb momenteel net Construction Simulator gerenderd voor de 2 woensdagen. Nu ga ik de 4 afleveringen opnemen. Je ziet al dat het 9:45 is. Nou, dat duurt ongeveer 10 minuutjes, die afleveringen. En zodra de laatste aflevering is opgenomen, waarschijnlijk komen er dan nog maar 2 online. En dan is het klaar. Dan is deze serie klaar voor dit jaar. En dan gaan we over naar de volgende. Dan is het gewoon klaar, jongens. Dan is het deze map ten einde. En dan gaan we de mod download doen. En we gaan de map download doen. Mod download. Ik denk dat het wel leuk gaat worden. Ja, dat denk ik wel. Nou, even karretje legen. Gaan we nog een paar baaltjes persen. En waarschijnlijk gaan we nooit meer silage rijden. We gaan nog een keertje een paar baaltjes maken. En dan is het klaar. Een paar baaltjes maken. En misschien gaan we nog een keer de silo's legen. De laatste aflevering van deze map gaan we misschien een livestream ervan doen en uploaden. Dat lijkt me op zich ook wel leuk. Dus dat ga ik nog even wat nadenken. Maar dat ga ik pas na de vakantie doen. Dat duurt, of tenminste, ja, na de vakantie pas. Want waarschijnlijk, precies als de vakantie voorbij is, komt de DLC uit. Dat doet farming altijd wel leuk. Maar ja. Het is zo. Daarnaast ga ik ook mijn mods dan even een beetje opruimen. Alleen mods die echt interesseren, die laat ik erin. Dat is ook wel handig om zeg maar te doen. Ik heb ook heel veel mods erin zitten, denk ik van. Wat heb ik eraan? Zoals Massive Ferguson en zo. Dat zit de mods ga ik allemaal even een keertje uitzoeken. En dan doe ik gewoon alles uploaden naar een website. En dan kan je ze zelf uitzoeken welke je ook nog daarnaast is van download. Dus dat is ook wel leuk. Als je dan een keertje met mijn multiplayer wil spelen, ik zou kijken of ik het om de maand, om de week proberen up te daten. Als ik nieuwe mods erbij heb, zal ik ze meteen bijzetten. Daarnaast is het wel één nadeel. Als je met mij wil spelen, moet je meestal de DLC's hebben. En dat zijn ze allemaal. Zo meteen de gold. De add-on is dat eigenlijk geen DLC. De gold. Kijk, de oogmachine zit weer eens een keer vast. De gold. De JCB. De IT-runners pack en de New Holland, maar die is gratis. Die moet je sowieso hebben om met mij dit spel te kunnen spelen als ik multiplayer doe. Dus ja, zorg ervoor dat je dat in ieder geval hebt. De meeste echte farming fans die hebben dat wel. Zo niet, ja, besteek je dan €20 in en dan heb je het wel. De gold is dan nogal wat duurder, maar dat zou ik niet altijd gebruiken. Deze heb ik niet nodig. Deze moet eventjes los. En dan moet ik even de balenpers pakken. Oh, die staat op de boerderij. Dat had ik al gedaan. Nou, dan ga ik ook in een livestream. Gaan we alle laatste dingetjes doen. We gaan nog even wat inzaaien voor de volgende mapspelers die deze map misschien willen doen. En alle dingetjes netjes neerzetten. Ik bedoel op zich, het is geen verkeerde map. We hebben een goede start gemaakt. We hebben het goed gedaan. En de map die hebben we nog lang niet helemaal gediscoverd. Ik bedoel, we hebben deze map nog helemaal lang niet af, joh. Maar ja, het is helemaal zo. We gaan gewoon met deze map stoppen. En eerlijk gezegd, ik vind het ook al wat saaier worden dan dat het was.
Ja, het is toch zo. Ik bedoel, we hebben nu geld. We hebben alles wat we willen. Wat we nodig hebben. Dus waarom zouden we in deze map nog gaan zitten kloten? Terwijl we een veel mooiere map kunnen pakken. En natuurlijk een mooie DLC. Hopen we dat het überhaupt een mooie map is. Zo niet, ja, dan gaan we er ook niet veel afleveringen maken. Dan gaan we al snel natuurlijk over naar een andere map. Maar in mijn ogen heb ik nu de video's ervan gezien. Zover, zover ze hebben. En ja, het ziet er een mooi... Ja, het is een beetje een oude stijl. Maar op zich wel mooi. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik hoop dat de map niet al te groot is. En ja, ik ben echt benieuwd. Het betekent al, bij elke game komt er ongeveer 5 DLC's. Dit wordt de 4e DLC. Dat betekent dat er alweer bijna een nieuwe game aan zit te komen. Daar heb ik over nagedacht. Maar het is zo. Want er moet een Farming Simulator 2017 komen. Ja. Alle horen even zijn er nieuwe farmings voor de PC's. Nou, de rest heb ik natuurlijk ook wel. 15, 14 en zo. Of 16, 14 heb ik natuurlijk. Want 14 is al lang uit, dames en heren. Sommigen die weten dat helemaal niet. Maar dat is voor de PS3, de PS4, Xbox One. Ik weet niet of het trouwens of de PS3 is. Telefoon, Nintendo 3DS enzovoort. Enzovoort. Dat zijn van die speciale... voor die speciale consoles buiten PC. Ja, ik vind alles behalve PC vind ik andere rare consoles. Zoals zometeen die Uncharted moet kopen. Vind ik zo een onkoperij, moet ik eerlijk zeggen. Om Uncharted te kunnen spelen, moet je een PC, een PS3 kopen. Of PS4 bedoel ik, sorry. PS3 heb ik al. Ja, dat vind ik dan weer zo naaiend, weet je wel. Doe het dan voor de PC en de Xbox, gewoon alles. Doe Call of Duty Black Ops 3 is ongelooflijk goed bezig, want die doet het voor de PS3, PS4, Xbox One, de Xbox 360, PC. Die doet alle platforms nog. Maar tegenwoordig al die nieuwe gamemakers en zo. Ja, ik begrijp het wel, omdat de graphics zo mooi zijn, is de game zo zwaar en dan krijg je lag en dan krijgen ze weer een zeik. Ja, dat snap ik wel, maar ja, maak het ook gewoon voor de mensen die minder geld hebben, ook gewoon dat ze de game kunnen kopen en dat ze het gewoon kunnen spelen. Ja, niet iedereen heeft een geldboom in de tuin. Wil ik niet zeggen dat ik dat heb. Maar ik bedoel, ik kan de games kopen. Dat kan ik gewoon. Dus dat is een mooi voordeeltje. Nou, even high worketje aan. Oké, wat is dat? Ja, een video staat op YouTube. Mijn update video die ik gisteren geüpload heb. Daarin vertel ik ook dat er geen Minecraft komt. Dus ik hoop dat jullie dat niet heel erg vinden. Maar vroeger was het echt een serie die ik moest doen. Zo, mijn rug schoot ineens wat in, joh. Dat was een serie die ik moest doen, omdat daar kijkers vandaan had. Maar ik wil nu gewoon meer farming online hebben. Vind ik interessanter dan Mijnen met Gevoel. Mijnen met Gevoel vind ik, ja, het is wel een leuke serie, maar het is nou niet dat ik, ja, het is momenteel even wat minder actief en dat is wel jammer. En dat komt vanzelf weer omdat het winter wordt. Maar dat komt omdat de map alweer best oud is. Dus we moeten eventjes wat nieuwe dingetjes verzinnen, waardoor het misschien wel wat leuk wordt voor sommigen om weer in een map te spelen. Een paar nieuwe mensen erin gooien, dat werkt ook altijd. Ja, zo heb je gewoon allemaal verschillende dingetjes die allemaal helpen. Heb ik toch een trekker vrijstaan? Nee. Ik wil namelijk eigenlijk baaltjes op gaan halen, dus dan laat ik dat maar eens gaan doen. Want dan kan hij weer even verder. Ik wil eigenlijk alle weilanden even oogsten een keer. En alle balen bij elkaar halen en bij de koeien neerzetten. En dan heb ik eigenlijk al een groot deel van jullie gedaan. Jullie moeten dan dus zelf even silage rijden en dat soort dingen. Ik zal kijken of ik ook... Nou, ik wil eigenlijk wel de DLC erin houden. Dus als jij de map wilt downloaden en je hebt de DLC's niet, dan heb je dus geen combine. En je hebt twee shovels niet. En dat is best wel kut voor jullie. Maar ja... Zoveel is het nou ook weer niet om zo even zo'n DLC te kopen. Ik bedoel, nee, ik weet niet, iedereen heeft zoveel geld. Maar DLC van een paar euro. Kom op jongens, dat hebben we toch allemaal wel. DLC. Krijg je toch wel van je ouders of kan je zelf ook wel voor bij elkaar sparen, toch? Ja, vind ik wel. Ik bedoel, ik ga ook het stuur kopen. Weet je hoeveel geld die kost? €250. En dan krijg je wel de game nog eens bij. Dus ik heb dan 3 keer Farming Simulator. Farming Simulator 2013 heb ik ook zoveel gehad. Daar heb ik ook 2 farmings van. 2011 ook 2 farmings van. Omdat je de add-on koopt en zo. Dat is uiteindelijk dan weer goedkoper.
En ja, de games kan ik helaas niet meer weggeven. Tenminste, ik kan hem wel weggeven, maar dan moet ik hem opsturen en heb ik geen zin in. Dus eigenlijk kan ik hem niet weggeven, helaas. Maar ik heb dan gewoon zoveel farming zin. Nou, best. Dat doet mij lekker veel. Ik kan je niet even zien dat ik een farming fan ben. Ik heb de collector's editie. Ik heb alle DLC's momenteel. En het mooie is, ik haal de winst er ook gewoon weer uit met YouTube. En dat klinkt voor jullie misschien heel economisch klootzak. Nee. Ik bedoel, je moet ook op YouTube. Ik heb natuurlijk hartstikke veel verlies geleden om een computer te kopen. Maar dat is buiten YouTube om. Ik bedoel, farming is ook zoiets. Dat is eigenlijk ook buiten YouTube om. Ja, ik bedoel, ik heb farming al lang terugverdiend. Maar het is ook een game die ik zelf natuurlijk graag speel. Dus dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar, ik ga de volgende aflevering weer verder praten. Want we zijn alweer 10 minuten bezig. En ik had tegen mezelf gezegd, aflevering van 10 minuten. Anders ga ik niet meer redden om voor vakantie op te laden. Dus kijk eens wat daarvoor kijken naar deze aflevering. Vergeet niet de groen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan check ik jullie de volgende keer terug. Bij weer een nieuwe aflevering. Dus tot de volgende keer. En ik zeg zoals altijd, later.